En de Suriname Conservation Foundation heeft op woensdag 14 maart haar nieuwe logo op hun billboard onthuld. Wim Udenhout, voorzitter van het bestuur en de directeur van de SCF, Henna Uiterlo, hebben de onthulling gedaan. Dit heugelijk feit valt samen met het 18-jarig bestaan van het Milieufonds. Het logo is een fleurig gekleurde aanblik waar de bijzondere en aantrekkelijke vogelsoort de rode ibis te zien is. Rechts op de billboard staat in even felle kleuren de tekst Caring for Nature, for Life, Suriname Conservation Foundation. Directeur Uiterlo legt uit waarom er voor de verschillende kleuren is gekozen en wat ze symboliseren. De mensen die hier werken, ze hebben een enorm goede job gedaan. Bescheidenheid en saamhorigheid hebben gemaakt dat het fonds zo ver gekomen is. Aan de Surinaamse gemeenschap, we willen meer doen voor Suriname en haar natuur. We willen meer ondersteunen en we willen meer laten zien dat je uit biodiversiteit meer kan halen dan wat tot nog toe gedacht is. We hebben gespeeld met de kleuren, gekeken naar wat kan wat vertegenwoordigen. U ziet bijvoorbeeld, caring hebben we in geel gezet, dat is zacht, dat is liefde. We hebben for nature, zoals we dat kennen, nog in groen gedaan. For life staat voor leven, bloed, daar zit leven in. En Suriname Conservation Foundation natuurlijk helemaal groen. Dat geeft natuurlijk weer waarvoor die organisatie van SCF staat. De Suriname Conservation Foundation heeft in de 18 jaren van haar bestaan haar sporen verdiend als het gaat om bescherming van de natuur en daardoor ook het milieu. Biodiversiteit is ons visitekaartje, zegt directeur Uiterlo. Behalve het beschermen van de natuur door het financieren van projecten uit de gemeenschap, stimuleert het fonds ook onderzoek naar biodiversiteit in Suriname, bestaande uit dieren, planten, mensen en alle andere levende organen. Deze zijn belangrijke hulpbronnen en dus van grote waarde voor de samenleving. De SCF helpt samen met 14 van de grootste bedrijven in het land de natuur beschermen. Deze bedrijven hebben zich gebundeld in het Groene Partnership programma van de SCF. Samen worden projecten uitgevoerd en gefinancierd door Natuurbehoud. Een van deze projecten is de Groene School, dat op alle basisscholen in Suriname wordt uitgevoerd. De Groene School is een project dat op alle lagere scholen gaande is. En het loopt nog steeds. En dat is zo mooi van de Groene School. Het is zelfs door het ministerie van Onderwijs geadopteerd om in het curriculum opgenomen te worden. Zodat je dat stukje van natuuronderwijs kan integreren in het lesmateriaal dat op de lagere school verzorgd kan worden. Dus dat is een van de projecten waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Een meest recent project, dat is het project dat we gisteren ondertekend hebben met de Universiteit van Suriname en met de Green Partners. U weet dat er 14 bedrijven zijn, je mag zeggen de grootste bedrijven in Suriname, die met de Suriname Conservation Foundation een overeenkomst getekend hebben. En de bedoeling van die overeenkomst is om de Universiteit van Suriname, met name de mastersopleiding, dat te maken heeft met duurzaamheid van natuurlijke hulpbronnen, om dat te financieren voor de komende 5 jaar. En dat is een vrij groot project, een groot onderzoeksproject voornamelijk, omdat wij studenten aan onze eigen universiteit kunnen trainen om, zoals wij dat als doelstelling hebben, te gaan werken aan bescherming, behoud, duurzaam gebruik van de biodiversiteit. SCF-directeur Henna Uiterlo. Zij sprak gisteren bij de onthulling van het nieuwe logo van de SCF. Dit logo staat op de billboard van de Suriname Conservation Foundation, SCF aan de Nassilaan.